De oorlogen die in de hele wereld in de naam van de islam worden gevoerd en de islam wordt gezien als een model van wreedheid, moord en bloedbad, zorgt er allemaal voor dat sommige christenen en joden een verkeerde beeld van de islam krijgen. Zij denken dat de onverdraagzamelijke mentaliteit die door de hypocrieten wordt veroorzaakt de islam is. Zij weten niet dat deze bloeddorstige wilde systeem in werkelijkheid niets met de islam heeft te maken en weten zelfs niet dat het volkomen het tegengestelde van het islam is. De logica van de hypocriet die een vijand is van christenen en joden, is tegelijkertijd ook een vijand van de ware moslims. Deze donkere mentaliteit die wordt toegeschreven aan de islam, is in werkelijkheid niet de islam, maar is het hypocritisme. Hypocriet komt in de naam van de islam, kent geen liefde, is kwezelachtig en is niet sympathiek. Is een vijand tegenover schoonheid, esthetiek, kunst en wetenschap. En is een vijand tegenover het leven, vreugde en geluk. Om al deze redenen dienen onze christelijke broeders een goede onderscheid te maken met de mentaliteit van de hypocrieten en de ware religie van de islam. Alleen dan zal men in staat zijn om te zien dat de leven waar ze tegen zijn niet de islam is, maar het hypocritisme.